Tibet of niet Tibet. En is dit, je hoort het, Joen, vind je dat een... Goedemorgen trouwens, dat Giel. Goedemorgen en welkom in de studio. Bedankt. Ik ben blij dat je er bent en je hebt je meester ook meegebracht. Mag ik dat zo, is hij je meester of hoe omschrijf je hem? Hij is een leraar, ik ken hem, maar hij geeft geen les aan mij. Toch niet in het klooster. Oké. Wonen jullie in hetzelfde klooster of niet? Hij heeft gestudeerd in een groter klooster in Zuid-Indië, waar veel van onze leraren ook hebben gestudeerd. Maar hij woont niet in het klooster waar ik studeer. En wat is zijn naam? Gishe Lobsang Tsultrim. Ja, dat... Gishe is zijn Gishe titel. Afkorting? Gishe La mag je dat zeggen. Gishe is de graad die hij behaalt, die ik ooit... waarschijnlijk zal behalen na 15 jaar. Na 15 jaar studie. Good morning and welcome in our studio. Thank you. Good morning. We're very happy to have you here. Thank you very much for everything. Yeah. Oké. Jullie zijn op de tafel al van alles aan het klaarzetten, Giel. Wat gaan jullie eigenlijk doen in de loop van deze uitzending? Wel, Kishila zal de studio zegenen. Hij doet dat door te bidden. Je ziet daar ook een spiegeltje liggen. Via die spiegel zal hij goden uitnodigen. Hij verwelkomt die als gasten, hoge gasten. En hij biedt die dan ook dingen aan, zoals je zou doen met hoge gasten. Koekjes, water, Wij moesten reis. Koekjes mee. We hebben madeleinekjes en dinosauruskoekjes. En lote speculoos. Ja, is dat goed? Ja, dat is zeker. Dat maakt niet uit. Dat vinden ze lekker. Ja. Dat is goed. En dan nodigt hij dus die goden uit die daarna... Daarna vragen we hen om het water dat in die vaas zit, een boomba heet dat, te zegenen. En dan met dat water zegenen ze dan straks de studio. Aha. Wordt het de studio gezegend. En we vragen eigenlijk vriendelijk aan alle geesten, of je dat nu gelooft of niet, en negatieve energie en obstakels, om deze plek te verlaten. Want dat is wel heel mooi. Dat dus we vragen ze vriendelijk, we gaan ze niet wegjagen, maar Gishela vraagt ze vriendelijk om deze plek te verlaten en ons gerust te laten. Maar dus we gaan echt zo een positieve vibe moeten voelen straks. Ja, alle negatieve energie die hier achtergelaten is... Ooit. Weg ermee. Door slechte collega's. Nee. Maar heel fijn dat we gaan met jou praten, hè, want er komen heel veel vragen voor jou binnen. Het is ook een bijzonder verhaal wat je achter de rug hebt de voorbije 5 jaar. We hoorden er net nog voor het nieuws van 8 uur, lieten we een stukje horen uit het VTM-nieuws in 2013. Waar Birgit van Mol zei dat je toen internationaal geseind stond en zo. We gaan er straks nog even over praten. Hoe lang duurt de zegening ongeveer? Een uur, drie kwartier. Dan moet hij er nu eigenlijk gewoon aan beginnen. Ja. Moeten we iets doen? Hij gaat wel muziek blijven spelen natuurlijk. Ja, nee, dat is prima. Oké, dan geef het woord nu wel even aan hem. Ja. Dus ga je even in welke taal spreken jullie mee? Tibetaans. Oké, doet u maar. Doe maar even, Giel. Ja, dan een koets naar die toe. Laat zo chica, maar je hebt je ada ook korkerelein. Oké, goed. En wij mogen muziek draaien ondertussen. Is dat goed? Ja. Oké, perfect. Dankjewel. You're looking kind of down to me.
cause things ain't getting over. Listen to what I say. Got to turn around. Got to turn around. Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down to me. Cause things ain't getting over. Listen. Van Joe met Fat and Small and Turn Around. Ondertussen in de studio wordt de studio gezegend. Giel, we moeten een beetje stil praten, hè, want ondertussen is je leraar nu eigenlijk bezig met de zegeningen. Ja, hij moet zich goed kunnen focussen, dus ja, okay. Stil praten. Maar hij wist dat we nog radio gingen maken tussendoor, dat wist hij wel. Hè? Tuurlijk. Heb je me uitgelegd, hè? Ja. Hij is van zijn iPad aan het aflezen, zien we. Ja, wij monniken, wij maken ook gebruik van deze moderne technologie, omdat hij dan heel veel teksten bij zich kan hebben. En ja, dat is makkelijker dan 600 boeken meebrengen. Anders moet hij echt boeken meesleuren. Ja, studio, ja. Om daaruit voor te lezen eigenlijk. En intussen komen er precies WhatsAppjes binnen op zijn iPad. Maar hij is die niet aan het lezen, hè, want hij is aan het tekenen. Ik zie zo wat dingetjes van boven verschijnen. Maar heel veel luisteraars zeggen van, oh, hoe ziet dat eruit? We hebben net filmpjes gepost, Sven en ik, op onze Instagram. En daarop staat, ja, wat er hier allemaal te zien is. Hè, want monnik Giel en zijn meester hebben zo van die monnikengewaden aan, zo in het oranje en in het rood. Het ziet er heel rustgevend uit. Wierookkoekjes, heel veel tjingeltjangel. Zeg eens, wat is hij nu precies? Wat is hij nu? Hij is nu echt aan het bidden, teksten aan. Jij begrijpt dat allemaal? De teksten, nee. Is, in Tibetaans heb je de spreektaal en de geschreven taal. Daarnaast heb je nog eens die specifieke termen die allemaal een gewone Tibetaan die geen hoge opleiding heeft gevolgd, begrijpt daar niks van. Okay. Maar je zag hem daarnet een markering aanbrengen op die spiegel. Ja? Dan tekent eigenlijk een plek aan voor die goden om te zijn, een omgeving, duidt hij aan. En dan biedt hij van alles aan, een bad, zoals vroeger werd gedaan met gasten. En hij biedt ze allerlei dingen aan voor de vijf zintuigen, dus geluid, klank. Ja, dat horen we, en, ja. Hij is volop aan het bellen op dit moment. Ja. En brokaat, kledij en koekjes, lekkernijen. Ja, oké, mooi.